2. Hoorde je dat? Ja, ik hoorde dat. Wat de fuck is er gaande? Oh, ik weet, centipede zit. Fucking bots, centipede zit naast me. Fuck me. Oké, ik dacht dat iemand aankomt en ik ben best wel bang, want zit in mijn onderbroek nu. Wat is fucking warm. Can you blame me? I can't, but it's like it just. Is like, is het me fucking voor te stellen? Is dat wat streamers ook meestal doen? Is like, you know, omdat ze geluk hebben met de hele gedoe, dat ze like met de webcam, dat ze altijd gewoon een t-shirt aan hebben, maar nooit like een fucking broek. Oh, weet je, dat was eigenlijk de hele meme met fucking Noble. Nu komen we dadelijk, dat was de meme. Ja. Voordat zijn hele fucking kanaal zo'n beetje werd genuked door YouTube. Hij is vooral aan het streamen, toch? Hij doet wel YouTube video's. Hey. Ik was even bang dat aan het begin daar stopte ik, want ik dacht van, nou, misschien wordt het geklopt. Niet is beter op dat manier. En zie, I've started to regain hazy visions of my memories. Seems like it, that's a good thing though. One less thing to worry about, right? Yes, but it's based on a whole new couple of concerns for me. Musinashi, what our company? What happened to the project? What Odyssey has since halted development? Halted development? Is it because I went missing? Well, yeah, that is one you're of the director. Reasons, but not the whole reason. Of course, you remember it, don't you? How the last engine created all sorts of bugs that you could never seem to fix. Oh, that's right. No matter how many days I've worked, it was never enough to remove those pesky bugs. Brings back memories. I want to build our game from the ground up again. Not an incomplete game, but one with everyone in this world in their natural forms. Yeah, I agree. It's just that there's a chance Lily and the others could disappear if we abort this world, since technically their existence is a bug. I do want to remake them, but who knows what could happen for Lily and Al. I know that! I know, but of course, there's no way Sheena wouldn't notice this. Nothing set in stone. All that matters right now is this world. Okay then, I'll be on my way. Here I go. I never planned to upset her. Hey Al, how the heck are you so knowledgeable about adventuring? Play because I've read games. Of every book related to adventuring and exploration that there is. Oh, so your reader never would affect you for the studies type. Well, I've only read books on adventuring since my parents were busy all the time. I kept myself occupied with books. Reading about exciting lives of legendary adventures made my lonely feelings totally disappear. I see. So you must have been a strong kid, Al. Really? Be strong? Teehee. I'm being serious. Why are you laughing? Didn't you know, Enigma, true adventures aren't afraid of exploring unseen places, and some of them have seen the end of the world by themselves. I've always wanted to be as strong and heroic as adventures before me, so when someone calls me strong, I can't help but laugh. She's always so positive, typical Al. Oh yeah, what were your parents like, Al? You mentioned they left you in here. Yeah. What are they like? Oh, they both worked as shipbuilders at the port. Shipbuilders, oh, so they're technicians, so cool. Right? Oh, they're amazing. They're just... I haven't seen my dad or my mom at all. For some reason, though, I have this burning urge to know where they are. So that's why it's my mission to find them. Maybe it's a sixth sense or something for someone as smart as Al. She sure seems pretty glum, but I hope she's okay. I got it. Well, we'll have to tell your parents about a great adventure. Yeah, right. Okay, I want my dream to come true. Oh, Enigma, nothing would make me happier than if you could help me find my parents. Leave it to me. Alright, we gaan haar ouders zoeken, I guess, op een dag. Je hebt één manier om haar ouders te zoeken. Let's kill some more bugs. Maar als je ziet, er is deze interessante kamer daar. En er zijn nog wat een paar dingen hier. Key. What the fuck? Trippy. So, blijkbaar kunnen de karakters de distortion in zien dat dan gaande is. Ja, ze kunnen de distortion zien, maar ze toch wat Entoma shit is, weet je wel. Huh. ここまでめちゃくちゃだぞ。すがすがしい。長いはしない方が良さそうですね。おい、ある。行くぞ。その先は正体不明のバグがある。行くな。でも気になるぞ。ダメだ。
Well, you don't say curiosity killed the cat, so let's go inside! Let's die! Wat kan er toch misgaan? Niks, je krijgt een item ervoor. Shut the fuck up! Kom aan, Shina, ren achter hem aan. Er kan helemaal niks misgaan. Nou, ik ben zo blij voor de fucking vertalen van dit. It's like, deze persoon doet legit zijn best. Het is de gedachte van, wat is de naam ook weer, van kom Spartus direct is die weer fucking tevoorschijn komen. Kom op Enigma, join! Daddy, what? Thanks, Janice, voor de boot whiplash. Dat is mijn ding. Dat zouden we de commentaar eens weer doen. Zeg, we hebben ook een play schijt hier, dat anyway, zeg. Nou, ik vind het wel een horrifying event, maar ik voel me niet goed wanneer ik het aan het spelen ben. Maar als ik even in de commentaar zit, ik zit met jou te fucking lullen, dan kan je niet, dan kun je niet echt goed emotioneel voor worden soms. Ja, dat is waar. Het is gewoon... Sorry, Al, I had to do this. I had to do this for an item. Sorry, I have to get this item? Quick, Arata, retry button. Anyway. Let's be smart about this time. Wat was weer interessant. Laten we, weet je wat dan? Laten we nog een keer iets doms doen, wat kan er misgaan? Anyway. Woe! Ah, fuck. Daar! Bye! Oké. Oké, so what was that? Reality, let's go! A high-grade artificial development by Echo System operating... Echo required in third-party developers to sign exclusively agreements, blah. Not good that we have created virtual worlds, but we could also create virtual people with actual thoughts and feelings and authentic experience. By granting NPCs nuanced profiles, they can carry out their own will, albeit with our programming, it was a breakthrough game acknowledgement. But Alice's engine was lit life a few years ago, challenging developers worldwide to recreate a human psyche. A worthy challenge. どうしてもだ。ベリーたちNPCの感情は豊かすぎるだろう。人間の複雑な思考や感情をそう簡単に再現できるとは思えないんだよな。時はの意見を聞いてみよう。ああ見えて。 いつも人のプログラマーだからな。いつも人のプログラムを覗きに来てはちゃちゃ嫌がって。たまには役に立ってもらわないとな。いい加減電話に出ろよ、時は。ダメだ。時はもう他の社員も誰とも電話がつながらない。考えてみたら、マスコミに嗅ぎ回られても俺だけじゃないよな。どこから番号漏れるかわからないし、怖くて出れないやついるかもしれない。 Gaan we terug weer naar die ene appartement? Weet je wat?
Laten we ergens anders naartoe gaan. Dat is een geweldig idee. Wat denk ik, Tokio, wat vind jij ervan? I'm right behind you! Ah! Rabbit? Big Shadow? Ah. Het is Cherubimon! Fuck! Oh, damn it. Omae, ima doko ni irun da? Oh, sure, you can go to my place. Ziet dat de woonkamer compleet vernietigd is. Let's not go to my place. Let's go to the Love Hotel. Get the bad ending. Get the bad ending. Oh shit. Arata lost his virginity, which meant he lost interest in saving Shino. De doorknop is al geopend gegaan. Iemand doet de doorknop van Arata open. Oh no. Aitsura te nanda yo. Usagi ni kiyotsukete. Moshikashitara Arata mo nanda yo. Oh shit. They're trying to force my door open. I dash for the hallway, peeping my head out ever so slightly to stare intensely at the entrance. My entire body shivered from fear. Could it be Beul? The door cracked open slowly, and from the opening I saw Organisatie 13! Now look, this is actually fucking scary. Fucking Xehanort zat die achter al die tijd! I have the new fucking uniform and alles! I know, right? Fuck me. And a fucking rode armband, oh no! Het is een Nazi Organisatie 13! Serial murderer, behind the mess aisles I could see the vacant stare of a banished lurking. They were intimidating and almost impossible to avoid, hollow, searching. I couldn't tell what he or she was after. As I drew closer, I got a better look at their mask. It looked like a rabbit, the pointed nose and the white web of a white rabbit. Is that a rabbit? Is it? I'm not so sure. The masked intruder is trying to enter my home. I kept low to the ground holding my breath as I kept Worlds Odyssey running on my laptop. I glanced around the room. What do I do? Do I hide or should I try to make a run for it? No, even if I were to hide, I could be captured in no time. I need to get out of here. Dus laten we uit het raam springen. 200 IQ. My eyes darted to the balcony, followed by my feet scurrying quickly over the handrail outside. There's no other way well for me to scale. My only path to escape is to jump to this tree in front of me. It's about 1.5 meters of fucking social distancing. This won't be an easy jump. I sense someone watching from behind me. As I turned around, there stood a rabbit. A glaring light caused my eyes to squint, but I couldn't believe how quickly they found me. Oh, ik heb niet deze keuze ervoor. Thankfully, I skilled the jump and the branches broke my fall, allowing me to land without breaking my legs. However, nice. I slammed my butt and elbows enough to knock the wind out of me, and my hand was skinned. Better than dying in my own home, though. There it was. Dus ik zou hem uitlachen, maar ja, de laptop is eigenlijk belangrijk. I heard the glass door of my balcony slide open and came out the rabbit.
It's the fucking van die ene like rare gast in die park die praat. Wat dat ze eens laat rollen. Desune. Desune. Irasshaimase. Anata wa itsuzo ya no. Oh, you have a branch in your hair. Mizunashi-kun deshita yo ne. Kono mae wa dou mo. Konbanwa. Konbanwa. Sou ka. Night Owl tte kono hito no mise datta no ka. Dori de kiita koto ga aru to omotta. Though in all seriousness though, it's like, als het niet van deze commentary was, zou ik wel tense voelen in deze cutscene. Ja, oh, ik voel me ook wel zo tense, want het is like, what the fuck? Ik verwachtte dat niet, weet je wel? Dat nou, ik ook niet. Het is gewoon, je zit lekker rustig, weet je wel, een game te spelen en zo. En dan denk je van, laat ik eens even iets anders doen, dan boom. Ja. Nazi rabbits. Zelfs niet eens zo, weet je wel. Like, is gewoon, like, iemand zit achter, zit, like, je probeert je deur open te maken, daarna komen ze binnen. Like, het is een suspense daar en shit ook. It's legitimately a scary thing, you know? It's like, en het kan makkelijk in het echte leven gebeuren. Dat is ook precies wel like, waarom ik soms een beetje bang moet van het spel waar ik klaar ben. Want like, sommige dingen er gebeurt. Moet je voorstellen als het in het echte leven gebeurt. Holy shit, het creepy als druk. Stuk. Why not? Waarom de counter nog aan in daar? Master is overleden. Ik denk dat ik hier kan zijn. Ik heb een baseballclub bij me en alles. Geen zorgen. What if they have guns? I'll deflect them with my baseball bat. And the baseball bat deflecting is there for the show. Yeah. It's like, I don't need to do this, but I can. Dat is wel interessant though, right? Want it's like, yeah, you know, it's like, Anata was al de hele tijd op zoek naar deze fucking dingetjes, right? En zo, dus, I guess, ik kan zien waarom ze achter hem aan zouden komen, maar dan is ook Tokiwa ook getargeted door hun, dus. Wow, dus hier... misschien moeten ze allebei in de Nekwa Games werken? Dat zou best wel kunnen. Maar mij erg geïnteresseerd wat deze. Maar onthoud, is. China is verdwenen voor een jaar lang. En ze werkt ook voor Nekwa Games. Ja. Next thing you know is, dit was gewoon een of andere groot, like, event dat, like, de fucking president heeft bedacht. En hij wilde dit like een spectacular show maken, dus daarom putten ze het like, in deze horror situaties. The fucking asshole. En China weet er altijd van. Not just making shit up on the spot, so don't take him serious. Anyway, Anjo is bekend in like de fandom van de fucking spooky scary skeleton community. En hij houdt van dat shit, dus hij is de beste, like, hij doet vaak shit in de community shit. En hier denkt ze dat ze misschien een geheime society zijn, deze fucking organisatie 13 karakters. Ze hebben dezelfde fucking coat aan, hè, dat is like, precies dezelfde. Ja. En daar waren er 4 bij haar thuis. Je weet eigenlijk hoeveel er in zijn thuis waren in Aratas. We weten het alleen maar over één. Ja. Wat gaat hij geloven dat het een geheime society is? Maar wat? Wie weet.
Motherfucker, dus liep rond met de Red Band bij een arm. Ja, toch? Als je goed kijkt naar de Red Band, dan zou ik die van de King over van de Illuminatie. Alright. He placed the coffee on the table in front of us and then looked at us. 実はですね、時和さんの話は的を射てるんですよ。そうなんですか。秘密結社と大行な言い方をすると壮大でオカルト的なイメージに聞こえますが、あれには成立に明確な定義があるわけでもないですから、表向きは組合や地域団体などの組合や地域団体などの看板を出しながら、George Soros! They just spell it out, that's alright.ておき、つながりのある君たちを狙う時点で、そのウサギマスクたちは何か目的を持った。あ、これマイクが変わったエリスエンジン。でも、その狙われるの？すごい。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 Market van alles heeft fucking market heeft vernietigd. Dat was George Soros' plan ook al die tijd, zo. Close enough. Fuck! George Soros! Kan ik geloven dat ze dat George Soros aan het samenwerken zijn? Wat wil je nou? Wat nou als George Soros al die tijd zeer nog was? Holy shit. Is gewoon, you know, hij heeft de fucking. Hij heeft zijn naam veranderd naar Zeonord en heeft ook wat Zeonord deed, like meerdere jongere mensen zijn lichaam overgenomen. Dat is waarom hij zo oud is. So much sense. It's not that he's a Jew. It's because he's a Soros. He's a Nord. He's a Nord. Yes. Norton. No, he created Norton. What was that? Nee, that was Koning Willem die de Noord heeft gecreëerd. Right. You can go for vanuit gaan dat George Soros de eerste Noord was. Like, de eerste was die genoord werd. Ja, goed wel. まずはそのウサギたちの目的や正体を見極めなくてはいけない。I would be careful if I were you. ze kwamen al naar je thuis toe. God, dus dat ze vervolgens gaan doen. それからにしましょう。マスター、自分たち本当にここにいていいの？おかならぬオカルト同好会の仲間ですからね。涙なんて時はさんに似合わないですよ。Hanjo closed his eyes before whopping Tokyo's shoulder as she cried softly. Wow, Tokyo acts so comfortably around him. He must be as kind as he seems. 俺まですみません。気になさらないでください。袖振り合うも多少の縁。それに一緒にいれば。Gemerkt hoe ze haar op ze lijkt die twee hoornen creëert, alsof of Animal eerst zijn of Satan hoornen. Ja, dat is ook echt eerst dat ik werk en ik zie dat zijn fucking twee hoornen. Ah, dit is excuseer. Ben wat onmiddellijk want je prediction turned out to be correct, but there was no doubt that Bill Tokyo and I were grateful for him. The rabbit didn't think twice before breaking in and entering my home. It was a close call. If it came to blows, they likely could have killed me. It's probably best if I avoid them for now. There was nothing like the ghost photo or the haunted apartments. It was a specific threat aimed directly at me. Had je nou maar een goede oude zwaard, like een echte Japaner zou zijn, doen. Ja, toch? Nee, fucking dings verbonden. I sipped a cup of coffee in front of me and called myself before recounting about Tokyo and Angel what I learned about the World's Odyssey. I also made mention of how I found out that someone altered some of the game's code, going so far as to delete the lockout command. That's right.
んで。そのノート動くの？多分な。多分ってあんたね。Jump out of a window or balcony。よし、大丈夫そうだ。まだオデッセイと繋がってる。シーナ。あ、見つめた。嘘。これシーナだよね。なんでシーナが。オデッセイも動いてるし。なんで？な、これで信じたろ。今の声って。時はを連れてきたぞ。本当ですか？ミカさん、ミカさんなんですか？いいな、いいな。また無事だったのね。この hele party is like fucking confused. You see the personal chat. Is like, why does Enik have a woman voice now? It's personal chat, don't worry. Oh. Okay, nu vragen ze al waarom ze aan het janken is. Party is very confused by the battle. Europa gets me out of that fucking... is meer like langzaam aan het weglopen. It's like, why the fuck is she crying out of nowhere? Op een gegeven moment is het zo, oké, Sina is gewoon weer Sina te doen, weet je wel. So, yeah. And Angel looked at the screen, his eyes by that's incredible. So it's a long, long story. この行方を探してたんです。このゲーム、VR でプレイするやつなんです。なのに、ログアウトができない。ログアウトができない？だったら、ご家族か誰かに。You know, she would ask her family if she had them. 俺たちが代わりにやってやりたくても、本人がどこにいるのかわからないんです。だから今、唯一目覚められる方法。It's so fucking convenient dat ze dit hadden bedacht, you know. You have no idea. Anyway, let's continue. Want het wordt alleen maar gekker. I guess the wind effect was daar om te zeggen, hop, ga terug naar de echte wereld, je dipshit. En voor veel reden is daar een fucking spin met goudblokken. Quickly kill it for more money. Dat is het eerste ding wat ik dacht dat ik zag. Wat je betaalt me dat het niet zo is. I'm sad now. Ik weet eigenlijk niet wat het precies is. Ik doe heel weinig schade, maar ik heb zo weinig HP ook. En als jij niet, en als je al iets hebt gemaakt dat niet zo is, dan drop ik niet veel geld, of wel? Oh, zie je het zo wel. Wat ik zei, like, al mijn geld krijg ik nu de laatste tijd van fucking like, items verkopen, omdat ik zo fucking items heb. Is er een kans dat dat van de deel stukken? Ja. Anyway, deze Athena's hebben like, veel magische, magische verdediging, dus huil is your best bet. Ik ben zo blij dat we uiteindelijk iemand hebben die fysieke skills gebruikt, to be honest. It's like, yeah, sure, we hebben attack, but... Als Sheena gebruikt fysieke skills, is gewoon... Ja, soms wil je gewoon de magische beeld vaker gebruiken. En zeg, tot nu toe heb ik tot nu toe alle skills die ik had gezien was magie, dus ik guess het voor later. Er zijn fysiek, er heeft een fysieke skill, like de 3SP skill is fysiek, en als je die vaker gebruikt, dan weer. Nou, ik zou zweren dat... Ik kijk er later wel naar, het is niet een big deal. Maar, ja. Oh ja, als je like, een vijand verslaat door hem like, te knikkeren met alle drie crocs in de party, dan krijg je de hele party like, victory screen. Oh, dat is cool. Dat is cool. Anyway, de volgende part gaan we kijken wat voor fucking item dit is. Een vis! Wow.